Leuk dat je kijkt vandaag naar deze nieuwe video op mijn kanaal Manage Me Randa. Vandaag in deze video ga ik laten zien hoe ik mijn vlogs edit. Dat is namelijk aangevraagd door een van jullie op mijn kanaal, namelijk Live by Irene. Die heeft het aan mij gevraagd, oftewel Irene heeft dat gevraagd onder een video van mij, of ik dat een keer zou willen laten zien. Laten we maar gewoon beginnen. We schakelen nu even over naar mijn laptop. Ja, ik heb dus hier al iets openstaan. Ja, voor de vakantievlog van 24/7 staat hier open. Die ga ik zo meteen editen. Dus ik ga eerst even Premiere Pro openen. Premiere Pro is het editingsprogramma waar ik voornamelijk altijd mijn vlogs in bewerk. Dus mijn weekvlogs onder andere, maar ook deze video bijvoorbeeld, die bewerk ik daar ook in. Maar ook gewoon mijn weekvlogs bewerk ik daar ook in. Ik heb hier nu Premiere Pro openstaan. Maar goed, wat we eerst gaan doen is nu de bestanden erin zetten. Wat ik altijd doe is, omdat ik ook vaak gewoon mijn weekvlogs ook edit, maar ook dus nu vakantievlogs edit, zie ik vaak, zet ik het vaak altijd op details. Waarom? Dat kan ik meestal wel zien op welke datum en welke tijdstip iets op is genomen. Ik zorg altijd wel dat mijn camera de tijd goed is ingesteld, dus dat komt altijd wel een beetje overeen. En dan weet ik een beetje precies van welke tijd ik wat heb opgenomen, zodat dat voor mij een stuk makkelijker is met het plaatsen van de bestanden in het editingsprogramma. En zo weet ik ook dan wat het start is en wat het eind is en noem maar op. Dus wat ik ga doen is de start erin plaatsen. Die sleep ik nu de tijdlijn in. Je kan het ook gewoon eigenlijk de project vak in, maar een mapje in plaats slepen. Maar dat maakt eigenlijk dus heel veel uit. Al sleep je de tijdlijn in, komt het daar toch ook in te staan. Dus op zich is dat niet zo'n heel groot probleem. Hier heb ik dus nu het eerste bestandje erin staan. Wat ik net al zei, hier heb je een vocal monitor. Hier zou bij de source monitor ook normaal gesproken wat moeten zien, maar dat is nu niet, maar dat maakt niet echt heel erg uit. Maar ik edit dus altijd in Premiere Pro. Ik druk nu op C en dat is eigenlijk, dan ga je knippen. En dan knip je dus je bestanden mee. V in Premiere Pro is dat je dat selecteren kan en die andere dingen, nou ja. Ja, die gebruik ik bijna nooit. Ik gebruik meestal de V en die cut razor tool gebruik ik vaak. Dus dat zijn de vaakste meeste tools die ik gebruik. Want dat zie je ook hier tussen je project panel en je tijdlijn in. Zie je dat in staan. Dus ja. Ik ga als eerste even het eerste beeld even editen. Omdat je dan meestal toch net begint met filmen en dan shake het beeld meestal nog. En ja, dat doe ik ook meestal met het eind. Maar ik doe V. Ik doe rechter muisknop. In dit geval bij mij is de rechter toets op het laptop touchpad. Dan klikte ik net op Unlink. En ik haal vaak de audio bij sfeerbeelden, vaak het audio er soms wel eens onderuit, zodat ik er muziek onder kan plaatsen. Maar straks verderop in deze video laat ik ook zien waar ik mijn muziek vandaan haal. Want ik druk nu op de home knop, dan gaat de video weer naar het begin. Dat is een stuk makkelijker. Want dan hoef ik niet weer helemaal naar het begin te slepen. Klik gewoon op één toets en dan is het klaar. Kijk, die cut, dat stukje wat ik geknipt had, is een beetje echt ruw, zeg maar. Een beetje te wild. Dus ik plaats daar meestal wel eens een transition. Een transition is, laat ik straks wel zien wat dat eigenlijk is. Want dat is eigenlijk een beetje onbekend nu. Als ik het zeg, dan denk ik van help, wat zeg je nou? Ik zal het straks weer even laten zien wat ik bedoel. Kijk, en dan knip ik dus het einde af. Nu sleep ik het volgende bestand erheen. Ik selecteer nu meerdere bestanden even. Dat doe ik meestal bewust. Ik heb wel eens gehad dat als ik alles selecteerde, dat soms alles door elkaar werd gegooid. Want dat gebeurt ook wel eens bij Premiere Pro. Dus ja. Kijk, nou heb ik weer een sfeershot. Maar goed, ik ga even alles verder editen. En dan zie ik jullie zo meteen weer als alles verder klaar is. Nou, ik heb de hele video geknipt en alles. Ja, ik ben er hartstikke snel in, omdat ik het natuurlijk al best wel lang doe. Maar kijk, als je net begint, dan doe je er wat langer over. Dat is helemaal niet erg. De snelheid tijdens het editen, de handigheid erin, komt vanzelf wel. Kijk, ik doe het natuurlijk al best lang, dus ik heb er al wel een beetje wat handigheid in. Met het plaatsen van graphics ook. Maar goed, daar gaan we dus nu mee beginnen. We gaan nu met de graphics beginnen. Ja, daar gaan we even mee starten. Daar gaan we beginnen. Nou, ik ga dus een graphic even opzoeken. Ik plaats zeg maar vaak nu mijn vakantievlogs, als je die hebt gezien, plaats ik regels waar ik heen ging of iets in de richting. Altijd een locatie van waar ik was in die vlog. Ja, dat doe ik eigenlijk gewoon een beetje bewust. Zodat bijvoorbeeld mensen die ook naar Malaga willen of zo weten een beetje waar ze maar ik ben geweest. En dat ze misschien daar ook naartoe kunnen. Maar het is voor jullie ook wel leuk om te weten. Dus ik vergroot nu de program monitor even. Het is voor mij wat dan makkelijker met het plaatsen van de graphic. Dan kan ik ook een beetje zien, is het een beetje groot of is het gewoon perfect. Zoals nu vind ik het zelf wel goed. Ik pas straks ook nog de kleur aan en de tekst daarvan ga ik nu even bewerken. Die ga ik nu daarvan bewerken, maar dan gebruik ik zelf meestal de font HP Simplified Bold. Omdat ik dat gewoon simpelweg wat mooier vind. Omdat ik dat gewoon simpelweg wat mooier vind staan dan dat standaard wat erbij zit. De standaard de graphic wat erbij komt, dat vind ik niet zo heel erg mooi. De graphics, zoals ik al zei, haal ik meestal of het Adobe Stock af of gewoon van het internet af. Dat is wat ik meestal doe. Nu pas ik ook nog de graphic nog iets verder aan. Die is goed. Alleen nu de kleur nog even van de graphic zelf aanpassen. Een beetje naar mijn huisstijl pas ik hem aan. Je zag ook trouwens straks tijdens editen dat ik naar dit kleine camera-icoontje ga. Daar zie je dus export frame verschijnen. Nou, dat is als ik wat dat dan gebeurt. Als ik dat doe, dan pakt hij een foto uit het bewerkingsprogramma van het program monitor. En die gebruik ik vaak dan ook voor de thumbnails die je ziet als je mijn video voordat je mijn video aanklikt, zie je die. En die foto's die daarin staan, die heb ik dus vanuit de editingsprogramma gepakt. Dat is echt heel handig. Dus dat is wel weer erg heel makkelijk. Nou, nu heb ik die graphic geplaatst. Het loopt niet heel soepel. Maar wat ik meestal dan doe is render selection. En dan komt het wel goed. Maar goed, dat doe ik niet altijd. Want soms denk ik van, ach, laat het maar even. Maar goed. Dus ik speel nu even ook alle beelden verder zelf even af. En ook om alle graphics te kunnen blijven plaatsen, druk ik, bijvoorbeeld als ik hier bij dit stuk beeld, waar je die wegwijzers zie, plaats ik vaak ook nog een graphic. En in dit geval ook weer die location graphic. Ja, je zou denken, graphic, wat bedoel je ermee? Nou, dat is eigenlijk gewoon een plaatje is dat. En dat is een stuk makkelijker. Maar wat ik dus net deed, dat erin plakken, dat deed ik met Ctrl+V. Ik werk met een Windows laptop, mocht je met Mac of Apple werken, dan is het heel anders. Dan is het anders, maar ik werk met Windows, dus op mijn laptop edit ik. Mijn laptop kan dit bewerkingsprogramma best goed aan. Hij kan ook Photoshop aan, dus daar is deze laptop wel weer geschikt voor. Ik kan deze graphic beter hier plaatsen in plaats van bij die wegwijzers. Kijk, en hier plaats ik ook weer een graphic, maar dan een andere. En dat is degene die je altijd ziet in mijn video's, zoals bij deze in het begin van de video, maar ook bij mijn weekvlogs en dus de vakantievlogs. Zie je ook wel, eigenlijk voornamelijk bij mijn weekvlogs, zie je voornamelijk ook mijn naam wel eens in beeld verschijnen. En dat is deze graphic dus, die ik dus erin plaats. Altijd. Die heb ik dus van het, ook van het internet af. Maar wat ik al zei, je hoeft echt niet Premiere Pro te gaan gebruiken zoals ik dat doe. Dat hoeft allemaal niet. Je hoeft het niet allemaal zo te hebben zoals ik. Je hebt DaVinci Resolve, Filmora heb je als editingprogramma. Je hebt iMovie bij de Apple of computer en laptop. Heb je dus iMovie erbij in zitten standaard. En je hebt nog echt een heleboel andere editing softwares. Nou, deze graphic ga ik dus nu altijd plaats ik die links in beeld. Dus ja, en die plaats ik dus links in beeld altijd. Vandaag lopen we weer in Mannenbecentrum. Nou, hier heb je dus wat sfeerbeelden. Kijk, daar doe ik eigenlijk niet zo heel veel mee nu. Want daar doe ik straks muziek onder plaats en dan pas doe ik er wat mee. Ik plaats niet altijd, dus wat ik al zei, transitions. En transitions zijn overgangen. Dat is een stuk makkelijker. Maar dat doe ik niet altijd. Maar soms wel. Dus dat ga ik bijvoorbeeld in deze video dan ook doen. Misschien, dat ligt er maar net aan. Niet dat ik het overal doe, want dat is het beste video weer. Kijk, zoals hier kan ik nou bijvoorbeeld ook even een overgang gaan plaatsen. Dan klik ik op dit kleine bla papiertje. Dat is, en dan klik ik op, dan is nieuw item. En dan ga ik dus naar adjustment layer. In Premiere Pro is het heel erg handig als jij iets wil plaatsen, een effect. Dan heb je een adjustment layer. Nou, die ga ik dus even opzoeken. Want wat daar heel handig aan is, dat je als je een edit eroverheen plaatst, een transition of een overgang in dit geval, dat je dat niet op het originele bestand plaatst. Want mocht je dan een fout maken, dan hoef je niet weer helemaal opnieuw te beginnen met editen. Dan kan je gewoon op het adjustment layer plaatsen en dan verwijder je het daarna weer. Ik heb hier een preset. Deze heb ik ook van internet af. Heb ik ook ergens opgezocht. Ja, deze die gebruik ik meestal wel. Maar niet altijd, omdat deze weer een beetje te aanwezig kunnen zijn soms. Kijk, want ik kijk meestal elke tijd of dit goed verloopt. In dit geval doe ik hem wel even render selection even doen. Renderen is heel anders dan het exporteren van je video. Sommige vloggers en YouTubers die zeggen renderen is hetzelfde als exporteren. Ik vind dat weer niet. Exporteren is opslaan van je video. En dat is exporteren weer wel en renderen weer niet. Dus dan knip ik meestal hier de transition. Zodat dat een stuk soepeler gaat. En die kopieer ik ook. Want mocht ik nou, die kopieer ik. Mocht ik dus ergens zien van daar wil ik hem ook plaatsen, kan ik hem plakken. Hier zag je dus net die transition. Overgang. En hier haal ik ook het geluid onder vandaan, want hier wil ik ook sfeershot van hebben. Of muziek onder plaatsen. Ja, hier dan weer niet. Hier wil ik wel. Want je zag ook op een gegeven moment bij een stuk in de video dat ik het stuk van de video ging versnellen. Dat doe ik als je door middel van op speed/duration te klikken. Dat ga ik nu niet doen, dat ga ik nu niet aanzetten. Je kan dus reverse speed doen en die andere twee dingen, dat heb ik nog gebruikt, maar reverse speed wel eens. Maar voornamelijk die speed staat nu op 100%, dat betekent dat die normaal is. Maar wil je de video versnellen naar een timelapse bijvoorbeeld, dan kan je dus dat gebruiken om de stuk van je video te versnellen als je een timelapse zou willen maken. Dus dat heb ik dan voornamelijk net ook gebruikt. Gebruik ik ook altijd wel in mijn weekvlogs. zeg maar. Dus dat gebruik ik altijd. Als ik een stuk wil versnellen. Dat is dus dat ik dan nog voornamelijk ook doe als timelapse. Ik weet niet hoe dat bij alle editingsprogramma's werkt. Ik heb voorheen ook met Sony Vegas gewerkt, maar in het begin van mijn YouTube kanaal. Maar dat vond ik echt niks, want dat is ook een bewerkingsprogramma die je voor één keer een groot bedrag betalen. Dan mag je hem altijd, heb je hem altijd gratis. Dus zit je niet in een abonnement vast, zoals bij Premiere Pro wel is. Maar goed, voor een Sony Vegas vind ik persoonlijk niks. Die heeft toch wel meer problemen dan Premiere Pro. Als Premiere Pro problemen geeft, is het vaak dat het echt aan je eigen computer ligt. Premiere Pro heeft ook Premiere Rush. En dat is een app die je op je telefoon of tablet kan zetten. En waarbij dus gratis, dus je dacht ik gratis volgens mij, je video's kan bewerken. Op je telefoon of tablet. Maar je hebt dus ook bewerkingsprogramma's voor op je telefoon of tablet. Die heb je ook. Mijn voorkeur, en wat ik jezelf persoonlijk aanraad, is om op je laptop, die geschikt moet zijn om te editen, of op je computer die geschikt zijn om te editen, te gaan editen. Niet op je tablet of je telefoon, want dat vind ik persoonlijk zelf wel best wel lastig. Kijk, als je ergens bent en je hebt je laptop niet bij je en je wilt een video editen, dan zou ik zeggen ja. Maar ben je thuis, zou ik dat eigenlijk zelf niet echt aanraden. Ik ga weer even een stukje terug. Ik zit toch te denken om in deze video geen transitions te doen. Omdat ik dat persoonlijk gewoon niet bij deze video vind passen. Het moet ook bij de video zelf passen. Van, past het of gaat dat video verpesten? Ik vind dat deze video die ik dus net editen ben, dat we een dagje naar Malaga zijn mee geweest. Vind ik dat die dan verpest wordt anders door die transitions. Oftewel die overgangen. Dus ik kies er gewoon voor om dat te laten. Oh, dan weet ik de verkeerde. Perfect pakken, dat is niet de bedoeling. Ik zie dat ik hier die lengte van het ding aan moet passen. Nou, dus ik ga verder de muziek doen en alles. En zie ik je straks als het echt allemaal af is. En dan zie ik je zo meteen weer. De video heb ik helemaal af. Zoals je ziet, zie je dat ik dus de hele video nu af heb. Inclusief alle graphics. Maar ja, normaal gesproken edit ik natuurlijk mijn weekvlogs heel erg anders. Hè? Dat doe ik dan met de dag, met de... maar ook met mijn naam in het begin van de video. Maar zet ik ook vaker in wat ik ga doen. Wat ik aan het doen ben. Weet je, dat soort dingen. Maar in een vakantievlog is dat weer heel erg anders. En je zag ook dat ik ook een site had geopend met Epidemic Sound. Epidemic Sound is de muziek waar ik vandaan... Dat is de site waar ik de muziek vandaan haal. Het is niet gratis. Dus het is ook betaald. Alleen ik heb het... Ja, nee, ik heb het niet gratis. Ik betaal er ook wel een bedrag per maand voor. Dus daarentegen, het is niet gratis. Wil je gratis muziek? Gebruik hem dan van YouTube Studio. Maar Epidemic Sound is betaald. En heeft ook toch, zeg ik maar, meer leukere en betere muziek. Die meer bij vlogs echt passen. En ja, je hebt echt heel veel verschillende genres, verschillende soorten muziek. In dit geval bijvoorbeeld muziek die bij Spanje past of bij reizen past, weet je, dat soort dingen. Of gewoon bij lifestyle, zoals weekvlogs, of je hebt ook muziek zoals bij dit voor tutorials. Echt genoeg, gewoon ook moods, stemmingen, zeg maar, echt genoeg. Is dat het enige, exporteren, dat is het einde van de video al gelijk. Ik hoop dat je deze video leuk vond, doe zeker een duim omhoog. Vergeet niet beneden mijn kanaal te abonneren. En ik hoop dat Irene, dat ik jouw vraag met deze heb beantwoord. En dat je wat aan deze video hebt gehad. En mocht je zelf nog meer vragen hebben. Andere, niet zo alleen als Irene, maar ook de rest. Mocht je dus vragen hebben daarover. Meer over YouTube of iets in die richting of iets anders. Mag je best laten weten in de reacties. En dan beantwoord ik het wel. Misschien ook in een vlog. Misschien persoonlijk onder een reactie. Of gewoon een aparte video zoals dit. In ieder geval, ik hoop dat je deze video leuk vond. dan zie je volgende keer bij een nieuwe video weer.